voor de arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon, gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. En als je dat, als je dat een beetje gaat fileren, dan kom je op drie belangrijke kenmerken. En als aan die drie kenmerken is voldaan, dan is sprake van werknemerschap. Dus daar moet op getoetst gaan worden door de opdrachtgever vanaf dit moment. Nou, als allereerste heb je te maken met een gezagsverhouding. Hè, in dienst van, vanuit de definitie. Gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. Dat is in de praktijk een hele ingewikkelde. Want wat is nu precies een gezagsverhouding? Dat is makkelijk gezegd, kom ik zo meteen nog even op terug. Dat is in de praktijk ook echt het moeilijkste om te beoordelen. Nou, ten tweede moet er sprake zijn van een verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid gedurende zekere tijd. En met andere woorden, vrije vervanging is niet toegestaan. Dus iemand moet echt persoonlijk die werkzaamheden komen verrichten. En als laatste is er de verplichting van de werkgever om te belonen. Nou, daar is eigenlijk altijd sprake van, want zowel een ZZP'er als een werknemer zal zijn werk niet voor niks doen. Dus daar ga ik verder even aan voorbij. Daar is toch altijd sprake van, het gaat met name om die eerste twee. Gezagsverhouding kom ik in de sheet hierna op terug. En de verplichting tot persoonlijke arbeid komt later nog terug als ik het ga hebben over modelovereenkomst. Nou, dan komt er weer een definitie nu van de gezagsverhouding. Die is aanwezig wanneer de werkgever het recht heeft in zekere mate aanwijzingen te geven met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, de wijze van uitvoering daarvan en of de tijden waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht, terwijl de werknemer de plicht heeft zich naar die instructies te gedragen. Dus de werkgever heeft het recht om de instructies te geven over de inhoud van de werkzaamheden en de werknemer zal daarnaar moeten luisteren. Dan is sprake van een gezagsverhouding. Ja, dat is best een lastige definitie, want waar is daar nou precies sprake van? Dat is, hoe ga je dat nou in de praktijk ook beoordelen? En dat kan ik eigenlijk in één zin omschrijven. En dat staat er ook, de opdrachtgever bemoeit zich niet alleen met het wat, maar ook met het hoe, de weg ernaartoe. Als dat zo is, dan is sprake van een gezagsverhouding, dan is in de praktijk ook vaak sprake van een dienstbetrekking. De andere voorwaarde is dan ook vaak aan voldaan. Hè, dus een ZZP'er kun je als opdrachtgever een taak geven. Een eindresultaat dat bereikt moet worden door die ZZP'er. Maar hoe die ZZP'er, die opdrachtnemer, dat voor elkaar gaat krijgen, dan staat u verder als opdrachtgever eigenlijk buiten. Dus hij moet zelf weten wanneer hij dat werk doet, hoe hij het doet, hè, en of hij het thuis of bij u op kantoor of wat dan ook doet, dat moet de opdrachtnemer ZZP'er eigenlijk helemaal zelf weten, maar hij moet er wel voor zorgen dat er straks het eindresultaat behaald wordt. Bij een werknemer, dan is dat vaak wel wat anders, dan is dat anders. Dan zie je ook dat een werkgever in elk geval het recht heeft om zich ook te bemoeien met die werknemer, hoe dat hij dat eindresultaat gaat behalen. Dus hij bemoeit zich dan niet alleen met het wat, maar ook met het hoe, de weg naar dat eindresultaat toe. En hoe blijkt het dan in de praktijk? Nou, bijvoorbeeld als sprake is van een rapportageverplichting, als er toezicht en controle wordt gehouden over de werkzaamheden van een werknemer, als er bijvoorbeeld wordt gewerkt met het gereedschap van een opdrachtgever, er is ook een onderdeel aan wordt gekeken, als de werktijden niet vrij zijn te bepalen, als een werknemer die wordt geacht in de praktijk om op bepaalde tijden op kantoor te zijn, als een werknemer zijn verlofdagen niet zelf kan indelen, maar het echt in onderling overleg moet doen. Als je moet werken in kleding van zijn werkgever. Ja, dat zijn echt elementen waaraan je kunt beoordelen of er sprake is van een gezagsverhouding, ja of nee.